De Nederlandse minister-president Mark Rutte is vanmiddag aangekomen in Suriname. Op de Johan Adolf Pengel luchthaven is hij ontvangen door minister Albert Ramdien van Binnenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Rutte is vergezeld van zijn minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schrijnemacher. Tijdens dit tweedaags bezoek zullen er bilaterale gesprekken worden gevoerd tussen de twee regeringsleiders. Er is ook een ontmoeting met het Surinaams bedrijfsleven gepland. En wordt er morgen een bijzondere openbare vergadering gehouden in de Nationale Assemblée. We komen morgen terug op het bezoek van de Nederlandse premier.